2019 zit er bijna op. Hoog tijd dus om een blik te werpen op volgend jaar en even te overlopen wat 2020 in petto heeft voor de wereldeconomie. Zal de wereldwijde economische groeivertraging die we vorig jaar hebben gezien of dit jaar hebben gezien zich doorzetten of zal de economische groei opnieuw versnellen zoals vele waarnemers nu voorspellen? Wel nu, het goede nieuws is in ieder geval dat we recent een aantal positieve signalen zien in de verwerkende nijverheid. Dat wijst erop dat de wereldwijde industrie, de malaise, stilaan het ergste achter de rug heeft. Voor alle duidelijkheid, die signalen zijn nog altijd bril. En voorlopig moeten we vaststellen dat vooral de Duitse industrie het nog altijd heel erg moeilijk heeft. Een echte forse heropleving van de wereldeconomie, zoals in 2017 en de eerste helft van 2018, zit er allicht niet in. Ten eerste blijft de geopolitieke onzekerheid hoog. De VS en China mogen dan begin volgend jaar wel een mini-deal ondertekenen, waarbij China meer Amerikaanse landbouw- en energieproducten zal importeren. We zullen nog altijd moeten afwachten hoe lang die deal zal standhouden. En bovendien gaan de echte spanningen tussen die landen over technologie, industrieel beleid en veiligheid. Die zullen niet meteen weg hebben. Ook voor de Brexit is het een beetje hinken op twee gedachten. Enerzijds is er met de verkiezingsoverwinning van de conservatieven een harde Brexit op korte termijn weliswaar afgewenteld. Maar anderzijds is het duidelijk dat het zeer moeilijk wordt, misschien wel onmogelijk, om op een periode van 1 jaar een handelsakkoord met de EU te bereiken. Het gevolg is dat de onzekerheid allerminst weg is en dat bedrijven zullen aarzelen om te investeren. In zekere zin geldt dat eigenlijk ook voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen, want ook die zullen volgend jaar het nieuws volop domineren. Al is het nu nog wel te vroeg om al volop te speculeren over de precieze uitkomst daarvan. Daarnaast lijkt het er niet op dat de automobielsector plotsklaps een forse remonte zal inzetten. Voorlopig blijft de vraag eerder zwak en de voorraden hoog. De sector kampt bovendien met een uitdagende transitie naar elektrische wagens. China van haar kant zal evenmin de trekker zijn van de wereldeconomie, zoals dat het voorbije decennium verschillende keren het geval was. De Chinese autoriteiten versoepelden hun beleid wel door gerichte belastingverlagingen, investeringen op lokaal niveau en subtiele renteverlagingen, maar ze blijven er toch vooral over waken dat de kredietgroei binnen de perken blijft. Over het monetair beleid gesproken, daar kunnen we eigenlijk vrij kort over zijn. Centrale banken hebben hun monetaire beleid al duidelijk versuppeld in 2019 tegen de achtergrond van zwakke groei en inflatie. En dus naast de Chinese centrale bank zetten ook de ECB en de Fed in op meer stimulus. Meer concreet verlaagde de ECB de rente en ging ze opnieuw over tot het opkopen van obligaties. De Fed ging zelfs over tot 3 renteverlagingen. Zo'n vaart zal het volgend jaar allicht niet lopen. De grote beweging is daar inmiddels gebeurd. De conclusie, tot slot, is dat het wereldwijde groeiplaatje voor volgend jaar net iets beter oogt, maar voorzichtigheid blijft toch op zijn plaats. Want tegenover de vrij solide binnenlandse economische bedrijvigheid staat nog altijd een heel erg moeilijk extern klimaat. Een sterke conjuncturele heropleving zit er om die reden allicht niet in.